Een VPOM is een extreem zeldzame neuroendocrine tumor van de alvleesklier. Deze functionele nettumor maakt te veel VIP-hormoon aan. VIP is een afkorting voor het maag-darmhormoon, vasoactief intestinaal polypeptide. Overproductie van dit VIP-hormoon veroorzaakt ernstige klachten. We hebben het hier over een agressieve net die voorkomt in de alvleesklier. Vaak al uitgezaaid is naar lymfeklieren, lever of botten. VIP-homen komen op elke leeftijd voor, evenveel bij mannen als bij vrouwen. En voor zover mij bekend zijn er geen erfelijke factoren. Ik schat dat er in Nederland minder dan 5 nieuwe patiënten met VIP-home per jaar voorkomen. VIP is een maag-darmhormoon. En als er te veel VIP geproduceerd wordt, krijg je een beeld wat ze vroeger wel noemden pancreatische cholera. Het is eigenlijk hetzelfde als wat cholera-patiënten ervaren, namelijk waterdunne diarree, liters per dag. En dat gaat maar door, of je eet of niet eet, of je vast. Die darm blijft grote hoeveelheden vocht produceren. Als gevolg daarvan verlies je heel veel kalium en andere belangrijke mineralen. Maar dat VIP doet nog iets anders. Dat zet ook nog eens bepaalde bloedvaatjes open, waardoor je heel erg gaat blozen of flushen, zoals het heet. Soms tot paarsrood en niet alleen het gezicht, maar soms worden de vingers ook helemaal blauw, paars verkleurd. Mensen die zo'n VIP-home aanval krijgen, die voelen zich extreem beroerd, want die verliezen aan de ene kant heel veel vocht en mineralen dankzij de waterdunne diarree. En aan de andere kant worden er allerlei dingen geregeld door de bloeddruk en de bloedvaten, waardoor ze vaak extreem duizelig zijn en eigenlijk niet meer kunnen rondlopen. De diagnose neuroendocrine tumor, oftewel NET, wordt gesteld op basis van pathologisch onderzoek. Hierbij bekijkt de patholoog het weefsel van de tumor onder de microscoop. Als patiënten met een VIP-oom bij de arts komen, hebben zij al uitgebreide klachten. Op basis hiervan is vaak al een diagnose te stellen. Door middel van bloedonderzoek kunnen de problemen als gevolg van gebrek aan mineralen en zouten worden vastgesteld. Ook kan het VIP-hormoon worden bepaald in het bloed. Daarnaast is vaak goed vast te stellen of er een gezwel in de alvleesklier zit en of er uitzaaiingen zijn naar bijvoorbeeld lever, lymfeklieren en botten. Met behulp van echografie, een CT-scan, MRI-scan of een nucleaire scan kan worden vastgesteld of het VIP-home alleen in de alvleesklier zit of dat het al is uitgezaaid. Darmonderzoek levert geen extra informatie op voor de diagnose van een VIP-home. Wanneer een VIP-home alleen in de alvleesklier zit en eventueel in de lymfeklieren rondom de alvleesklier, kan met een operatie geprobeerd worden om al het tumorweefsel te verwijderen. Vaak is het VIP-home al verder uitgezaaid en kan chirurgie toch nog goed zijn om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat er veel minder tumorweefsel is wat dat hormoon in overmaat kan produceren, zodat de verschijnselen en de klachten minder worden. Andere behandelingen kunnen gericht zijn op enerzijds controle van al die verliezen die optreden via de diarree, van de mineralen en de zouten, dus dat kunnen we proberen te corrigeren met behulp van infusen. Dan moet je wel bedenken dat dat grote infusen zijn met heel veel vocht en zouten en mineralen om te compenseren voor het verlies via de ontlasting. Als de tumor niet kan worden verwijderd, wordt met medicijnen geprobeerd om de klachten te bestrijden die ontstaan door overproductie van het VIP-hormoon. Hierdoor kan de diarree verminderen of zelfs onder controle gebracht worden. Daarnaast zijn er behandelingen om de tumorgroei te remmen. Dan gaat het bijvoorbeeld om behandeling met somatostatine-achtige stoffen en doelgerichte therapie, maar ook chemotherapie, inwendige bestraling en embolisatie van de lever. Een patiënt met een VIP-home heeft heel veel last van de extreme hoeveelheden waterdunne diarree
in combinatie met opvliegers. En er is eigenlijk niet zoveel wat de patiënt daar zelf aan kan doen. Diëten en dergelijke helpen niet. Het is een effect van het hormoon wat je alleen maar kan bestrijden door het hormoon te lijf te gaan. Patiënten met een VPO moeten in een netcentrum worden behandeld vanwege de complexiteit en de ernst van de klachten.